Wat gaat hier gebeuren? Wat gaat... Wat is dat? Lekker! Wat is er nu? Wat is er nu? Stop erbij! Wat zou toch niet raar zijn? Wat zou toch niet raar zijn? Ja, dat was even kijken wat er... Zullen we nog even daar die kant een klein stukje oplopen? Kom eens even kijken dan. Laten we even kijken wat daar aan de hand is. Oké, okay. Nou, kijk, die komen daar nu aan. Goedemorgen. Nou, ik hoor niet dat er een babypietje is geboren. Ja. En de hoofdpiet. Jazeker. En Piet en Mila, die komen daar. Nou, kijk eens. De eerste foto's hebben ze voorbij zich. Nou, en Piet en Mila. Dokter, ik zit net tegen de kinderen te vertellen dat jullie vandaag niet konden komen. Nee, zit maar even iets anders te doen. We staan ervoor. Ja. Maar even andere bezigheden zien. Precies. En het is allemaal goed gegaan. Fantastisch gegaan. Een heel klein babytje. Het gaat heel erg goed. Het is dus een bolletje geworden. Maar Pedro en Pieternella hebben dus echt een probleem van welke naam zullen we dat nu gaan geven? Als het een meisje zou zijn, als het een meisje was geworden, dan zou ze die niet te gaan weten. En nu is het een jongetje en een jongetje, nee, een jongetje, ja. En dan gaat hij Pieter heten. Drie en vier hebben die namen bedacht. En dan gaan jullie naar het hoofd? Ja. Uiteraard. Ik ben blij dat het een jongetje is. En dat vind ik nog niet zo. Hallo. Hoe zeggen we allemaal? Welkom, Pieter. Nou, toch goed nieuws allemaal, hoor, niet hè? En nu heet het hij, Piet heet dus Pieter. Bedacht om kinderen van Piet 3 en 4. Nou, fantastisch! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! En zo staan die foto's. Ja,
Kijk eens, allemaal een. Okay, you're going to have a hard day.